Dan, zo kon je er niks mee, dan breekt hij, die werd dan aangevoegd. Hè? En dan wordt hij helemaal anders, dan kun je mee werken. Zie je? We begonnen altijd met die hoofdsnelheid eruit te halen. Daar hadden wij een foefje voor, zetten we de vinger hier bovenaan in. Zo vasthouden. Dat is typisch iets van welk soort. Kijk, dan heb je twee helften van een blad. Hè? Dan trek je hier achter zo eraf. Dan doe je deze punt eraf. Dat ging hier in. En dat komt later weer terug in dit. Dit is de melange. Hè? Je zit dus eigenlijk 8 tot 10 soorten te bakken. Pak die hier voor 1 sigaar ongeveer, dat kende hij natuurlijk op de lange duur precies. En dan moet je dat goed verdelen. Want plop je hier te veel en je gaat roken, dan krijg je geen lucht door, dan zit je te vast. Hè? Dat is ook veel genaamd. Zo, hier opleggen. En dan pak je die zo. Dan maak je zo een rolletje van, hè. Hoop ik hier niet liggen. Dus die stop ik eigenlijk hierin. Dan moet die deksel erop. Dan werd die onder zo'n pers gezet. Een paar uur. En dit andere model dus, hè. Even terugzetten, dan moet je dan nog eens een keer omheen. Dat is heel, heel anders gebeurt dat. Daar heb ik namelijk een mesje voor. Daar snij ik mee. Even de bril opzetten. En dan pak ik mijn mesje en dan ga ik voor zo'n zijnerf. Dit zijn zijnerven, hè. Snij ik langs op. En dan snij ik een reepje af. Hier komen nog meer van die reepjes af. Hè? Dan leg ik dat reepje zo neer. Als je voelt, dan zie je dat die zijnerf er bovenop ligt. Je kunt hem wel voelen. Dan komt dat altijd aan de binnenkant. Hè? Dat moet aan de binnenkant. Dan pak je hier zo'n ding dat dat klaargemaakt is dan. Eindje eroverheen. En met mijn vinger stop ik dat hieronder. En met deze hand ga ik hier daar naartoe en strak houden en dan ga je rollen. Hè. Altijd diagonaal, hè. Dan heb ik hier een beetje lijm staan. Van beenderen gemaakt. Leuk en smaakloos is. Giet ik hier een beetje in het potje. En dan ga ik met mijn vinger een beetje op de rand smeren. Dan rol ik verder, tot ik niet verder meer kan. Dan pak ik hem in mijn hand. En nu ga ik die gelijnde rand, die ga ik er verder omheen draaien, door een beetje naar beneden te werken, zie je? En ik ga met deze vinger iedere keer naar boven. Dan krijg je hier een mooie afwerking en daar gaat het eigenlijk om. Hè? Nou, snij ik dat door. Ik rol het overtollig weg. En nu wordt hij helemaal afgewerkt door te draaien. Te draaien, te draaien. Je scheurt dit scheurtje een beetje verder in. Dat is niet helemaal doorgesneden, ik heb het niet goed gedaan. En dan leg ik dit vaantje eroverheen. Dan is je mooi klaar. Hier. Moet ik één bijzonderheid bij vertellen. Zo'n sigarenmaker verdiende in die tijd zijn loon door het aantal stuks dat hij maakte. En
In die tijd werd je geacht 800 tot 1000 per dag te maken waar je een loon verdiende. Dat was heel hard werken. Dat kan ik je wel vertellen.